Deze nieuwsuitzending, die is in de lijst van de playlist over Alan Watt van cuttingthroughthematrix.com. En ik wil, ik eis, ik verlang dat je daar naar luistert. En het is Engels, dat dan wel. Alan Watt die staat al jarenlang op internet en hij woont in een landelijk gebied in Canada, in de buurt van Ontario. Is dat een provincie of een stad? Met Utrecht weet je dat ook niet, hè? Is Utrecht nou de stad Utrecht? Of de provincie? Maar Ontario. En Ontario, dat schrijf je zoals je het zegt. Hij weet veel van geschiedenis. En ik zou willen dat... Ik zou eisen... dat jullie dat ook weten. Je kan wel in die hedendaagse... malle molen van het leven in de rondte... lalalala. Terwijl de oorlog gevoerd wordt tegen ons... Ja, maar het is best leuk, want kijk, oorlog geeft wrijving. En wrijving, ja, dat is warmte. Als het koud is, dan ga je wrijven in je handen. En dan hebben je twee handen hebben als het ware oorlog. En dan krijg je warme handen van. Ja, die logica klopt niet helemaal. Het lijkt een begin van correcte metafysica, dat wel. Van oorlog krijg je wrijving, zonder meer. En wrijving geeft warmte, ja, zonder meer. De Hamburg, hè? Dat heeft heel veel warmte gegeven hoor, toen bomber Harry in opdracht van Winston Churchill en, ja, en die Roosevelt die in Amerika zat, die vond het ook allemaal goed. En de paus die zei van 1, 2 in de maat, anders wordt de juffrouw kwaad. En wie is de juffrouw? Ja, dat is de heilige Maria natuurlijk. Hè? Maar voor de rest geeft oorlog niet echt warmte. De warmte die in Hamburg kwam, met dat bomber Harry daar eventjes, zo'n vuurbombardement overheen, een napalmtapijt. Ja, halleluja, prijs de Heer. Het was wel heel erg warm, maar het was niet lekker warm. Het was zo warm dat het asfalt ging smelten. Ja, maar dat is niet lekker warm meer, hè? Nee. Dus die omaatjes met die kleinkinderen toch maar uit die oververhitte kelder naar buiten stormen om te kijken of er ergens nog... Ja, er zijn die mensen zijn weggezakt in het asfalt. Ja, zo warm was de oorlog in Hamburg. Terwijl die hamburgers helemaal niemand iets aan hadden gedaan. Het enige wat die hamburgers hadden gezegd, fuck you, paus. Maar dat zeiden ze niet echt. Hamburg, dat is Duitsland. Zo. Wat hebben ze dan eigenlijk gezegd? Wat zegt een Duitser dan in plaats van fuck you? Ja, dat weet ik ook niet. Hé, hey, dat is een mooi duur komen te staan. Goed. Ze hebben niet alle hamburgers weten te barbecuen. Dus daar zijn er nog van over. Dit is precies zoals Alan Watt dit ook zou zeggen, hoor. Behalve die connectie met de katholieke Hubbeltjepup. Maar die weet hij wel van, hoor. Hij weet nog niet dat de paus overal achter zit. Ja, of ik heb geen gelijk en hij wel, of andersom. Maar de paus zit volgens mij overal achter. En niet die meneer die ze naar voren schuiven. Tegenwoordig is Jorge Mario Bergoglio. Ja, fuck mijn e-hole, man. Dat stelt me niks voor. Niet belangrijk. Ja, dat is maar een mens. Daar zit een organisatie achter.
Denk je dat Jorge Mario Bergoglio zijn eigen jurken bij elkaar naait, zodat hij met naald en draad van, oh, ik ga een nieuwe pauselijk pakje maken? Nee, natuurlijk niet. Dat ligt allemaal voor hem klaar. Allemaal kaalgeschoren vrouwen die dat allemaal voor hem klaarleggen. En dan vragen of meneer Jorge Mario Bergoglio niet zin heeft in een kopje thee. Ja, want Jorge Mario Bergoglio heeft erop toegezien dat er in zijn land waar hij toen woonde, Argentinië, oftewel Zilverland, waar wij onze koningin vandaan hebben. Ik ben niet zo'n fan van Maxima. Ik ben überhaupt geen fan van vrouwen die niks doen. Dit vind ik zo overbodig. Wat heb je nou aan een vrouw die niks doet? Oh, maar kijk, vrouwen, die moet je bezighouden. En dan mag je er daarna, als ze een leuke dag hebben gehad, dan mag je er overheen. Dan denk ik, ja, homo, als het daarover gaat. Nee, we houden het even vrolijk, hè. Maar jij wil zo graag over een vrouw heen gaan. Dan kan je wel een afspraak maken en dan 's morgens om 10 uur haal je erop van huis, want vrouwen houden niet van lopen. Die willen net als Maxima opgehaald worden met de koets. Dus dan heb je een Renault Clio geregeld en neem je hem mee naar Utrecht. Nou, dan moet je ergens opzoeken waar je die auto kwijt kan zonder parkeerboete. En dan neem je die persoon mee uit lopen en dan zeg je, wat wil je kopen? En wat denk je dat zo'n dag kost, man? Alleen al de kilometervergoeding vanaf Arnhem naar Utrecht. Ja, ik denk maar even uit Arnhem, hè, als egoïst. Nou, wat denk je dat het kost? En weer terug. En al die uren. En dan moet je ook nog dat ze zegt van ja, ik vind dat jurkje ook wel mooi. Maar het is wel duur, hè. En dan moet jij zeggen, nou meisje, ik kan nog pinnetje. En dan ga je pinnen voor die bitch. En dan mag je eroverheen. Ja, dat is wel neuken, A. Even kijken hoor, Utrecht is 70 kilometer. Nou, we rekenen voor het gemak 30 eurocent de kilometer. Inclusief alle meuk, parkeerboetes en wegenbelasting. En 30 cent de kilometer, nou, dat is een keer 70, dat is 21 euro. Dan moet je ook nog terug, dan zijn we al 42 euro. Je bent er, ik weet niet hoeveel uur aan kwijt. Nou, rekenen we een tientje per uur. Nou, zo'n bitje wil ook wel een beetje lunchen. Die lunch betaal je ook. Nou, dan kost je 30 euro. Dus dan zit al op de... Waar waren we nou? Is het 42 plus 72 euro. Nou, uiteindelijk krijg jij natuurlijk, na al dat geboodschappen doen, heb je ook een beetje dorst. Maar de Wilmerdam wil een fruitcocktail met mangosap of zo. En zo'n ding kost ook 7,50. Hoppakee, gaat er ook weer op. Nou, als je pech hebt, dan moet er nog avond gegeten worden. Moet er een pizza in. Nou, een pizzaatje is al gauw 15 euro per pizza, inclusief rode wijn. En dan moet er... Ja, kom op, man. En die tijd die je eraan kwijt bent. We gingen 's morgens om 9 uur moet je de deur uit om de auto te gaan halen. En dan moet je op tijd zijn bij zo'n vrouwtje. Want die gaan je vanavond lekker in je armen houtjes. En dan kom je om 10 uur 's avonds thuis. Dan ben je van 10 tot 12 uur. Nou, laten we zeggen minimale supermarktvergoeding. En dat is afgerond 5 euro per uur. Nou, 12 keer 5 is 60. Dus dan heb je het over meer dan 100 euro. Voor een keertje neuken. Nou, ik had er beter naar de hoeren gaan. Die vragen niet meer zoveel tegenwoordig, hoor. Ik heb een hele goede kennis, een vriendin mag ik zeggen. Echt een vriendin, in de zin van vriend. Maar het is een vriend van mij. We doen helemaal geen maffe dingen. Ik weet waar zij woont, ze weet waar ik woon en we vallen elkaar niet lastig. We komen elkaar tegen in de kroeg en dan denk ik, hey, ben jij er weer? Ja, die heeft in die business gewerkt. Maar dat is geen vetpot meer, hoor. En 100 euro uitgeven en zoveel uur erbij. Want waarom zou jij willen werken voor een supermarktloon omdat je 's avonds zal gaan neuken? Nou, voor het gemak zeg ik het maar even. Maar dan praat je over enorme kosten, man.
niet waar de hedendaagse vrouw mee bezig is. En de hedendaagse man daarmee even goed niet. Ik heb een vriendin gehad en die kwam dan bij mij slapen. En ik had die avond bezoek. Ze zei me van, oh, heb je bezoek? Ik zei, die zijn op bezoek. Je mag met mij slapen, maar deze mensen zijn op bezoek. En dat waren Jan en Hendrik of zo. Ja, toen mocht ik 's avonds niet neuken. Nee, zei zij, want je hebt de hele avond gepraat met je vrienden en ik voelde mij helemaal in de steek gelaten. En ik dacht eerst van, dat is dan een moment met een vrouw op, dus een beetje pech hebben. Zo. Maar heb jij maf? Dat is altijd zo. Vrouwen moet je niet neuken, niet doen. Je kan beter nog een plastic pop nemen of een aardappel. Een aardappel met een appelboor maak je een mooi gaatje in en een beetje olijfolie erin. Of een toiletrol. Of je rechterhand. Even voor die man hoor, want er is helemaal geen lol te beleven met vrouwen. Ik heb het niet meegemaakt. En mijn moeder zegt dan tegen mij van, ja Perry, waarom kom je nou nooit eens een keer met een aardige vrouw thuis? Ja, weet ik niet. Misschien zijn ze er helemaal niet. Hey, hou op over vrouwen. Ellen Watt hoor je er ook niet over hoor. Ik weet niet of hij een vriendin heeft. Ik ben nou aan het kennismaken met een vrouw. En die heeft verstand van toneel. Hey. Kijk. Maar daar heb je wat aan. Iemand zoals ik dan, hè? Want ik heb een filmscript geschreven en ik wil nog meer gaan doen. En dan is het fijn om een manin te hebben. Dat is Bijbels, by the way. NBG-vertaling, Nederlands Bijbelgenootschap. Dat je een vrouw op de achtergrond hebt. En die als een leeuwin een scan maakt zo. En dan zegt, die moet je hebben. En dat wil ik anders zien. En kijk, dat is een vrouw waar je wat aan hebt. Daar doe je samen iets mee. Dat is een ander verhaal. Maar vrouwen die niks doen, ik ken ze joh. Ze doen geen flikker en aan het einde van de dag komen ze doodmoe thuis. En oh, poeh, oh, nou eindelijk ben ik thuis. Oh. Van het o zo belangrijke werk. Vrouwen doen helemaal geen kut. Ik sprak nog een andere vrouw, en dat is er ook een, die werkt. Een vrouw die werkt. Die werkt in de horeca. Heeft daar gewerkt en die gaat opnieuw aan de slag. En ik was met haar in gesprek. Ik zei, hoe kijk je er tegenaan, hè? En zij dreunde in drie zinnen op waar de horeca over gaat. En ik, babe. Ja, ik heb momenteel niet de liquide middelen om een aantal vierkante meter te gaan pachten. Voor zoveel maanden. Maar met haar, als ik de poen had. Ja, die kan het. Ja, dat zijn vrouwen die werken. Maar voor de rest doen ze helemaal niks. Het is echt bizar, man. De moeder van mijn kind, ja, die deed de was voor drie personen. Nou, snorri hoor, maar de was voor drie personen, wat kost je dat in de week? Nou, haar kostte dat echt heel veel tijd. Daar was ze moe van. Oh, ik heb de was gedaan. Oh, ik moet even op de bank liggen. Nou, ze doen helemaal niks. Dat is moeilijk, want het is natuurlijk wel heel erg mooi dat wat ze dan noemen de nieuwe wereldorde, die bestaat helemaal niet. Het is een nieuwe term voor iets wat er al heel lang is en het heet Babylon.
noem het beestje bij zijn naamje. Babylon heeft zich gemetasteerd, heet dat. Want Babylon is een kanker. Babyloniërs, dat zijn kankerpitten. Daar krijg je kanker van. En die kanker, dat is best bijzonder, die heeft zich gemanifesteerd in onze lichamen. Dus dan gaat onze lever, die gaat verskleroticeren en van alles. Allemaal gekanker, man. En Babylon denkt dan, oh mooi, je hebt kanker. Nee, maar dan hebben wij chemotherapie. Of we gaan snijden, of je krijgt radioactieve straling. En straks gaan ze nog allerlei kankerpatiënten, die gaan ze naar het voormalige gebied van Tsjernobyl sturen. Dan ga daar maar 3 maanden lang in je zwembroek in de zon liggen. Kijk of je kanker weg is. Maar zo doen we dat niet hoor, bij de allopathische kankerbestrijding, want wij richten de kanker heel goed. Ja, ja. Nee, wij hebben echt geen collaterale schade. Als je chemotherapie neemt, gecombineerd met stralingstherapie, en misschien gaan we nog een beetje snijden, nou, dan hebben we over 98% overlevingskans. Nee, smeerlap, je liegt. Oncologen, die krijgen ook, die zijn af en toe ook zo dom. Dan zijn ze een beetje moe, die oncologen. En dan wordt er gezegd, ja, u heeft de kanker daar en daar. En dan kunnen we chemo gaan doen, of bestralingstherapie, of we gaan snijden. Dan zegt zo'n oncoloog, die zegt, nou, je doet geen van drieën. Want die heeft de resultaten gezien van zijn behandeling. De behandelingsmethode van zijn club. Hij was er toch bij aan de andere kant van de operatietafel. Dat hij het scalpel mocht hebben, of dat hij achter een lode muur mocht staan en zei, oké, fire away, fire, fire. Net als George Bush op Irak. Ja, die oncologen, die weten het wel. Het is tot daar aan toe dat je je af en toe niet zo lekker voelt. En dat je denkt, ja, ik heb een beetje koorts en het lijkt wel chronisch. En dan krijg je de diagnose van, ja, je hebt leverkanker. Ah, dan ben je mooi de bok op het moment dat je akkoord gaat met die behandeling. En je was al de bok voordat je liet testen wat er aan de hand was. Wat maakt mij het uit? Wat zou het jezelf uitmaken dat je kanker hebt in je lever? Wat maakt het nou uit? Ja, maar ik voel mij ziek en zwak en misselijk. Ja, nou, fijns een... Dan zeg je dat je H1N5 hebt of zo. Of je bent een vrouw en dan zeg je, ik heb een heel erg verlaten... postnatale depressie. Dan duik je de ziektewet in. En dan ga je zorgen voor de buurvrouw die slechte been is. Dan ga je boodschappen voor doen. Misschien heeft die buurvrouw nog wel een konijnenhok. Ik denk van nou, ik haal even 2 nieuwe konijntjes. Want dat oude konijn is al dood. Hopelijk opgegeten. Of je gaat kippen houden. Ben je zo van je kanker af. Maar je bent zo van je vermoeidheid af. En dood ga je toch. Uiteindelijk verlies je de strijd. Daar kan ik ook niks aan doen. En dat is maar goed ook. In de Bijbel staat dat voordat de zondvloed kwam, dat verhaal met Noah, dat mensen 700 jaar werden, 500 jaar, 600 jaar... En Methusalem, die werd 900 jaar. Nou, ik moet er niet aan denken. Ik voor mezelf. Ik denk, ik ben nu bijna 60. En ik vind het best. Als ik morgen dood ben, alsjeblieft ga niet janken op mijn begrafenis. Doe me dat niet aan. Dat mag helemaal niet. En dus ook niet van mij. Want dat wat niet mag, mag ook niet van mij. Als ik de pijp uitga, dan moet je zeggen, dag Sinterklaasje. Mooi zo. Ik laat dan wat achter. Ik heb hier een Fender Stratocaster. Als je dat slim weet, dat ding is mooi, man. Oh, wat een goede gitaar. En niet zo'n Fender Stratocaster uit een doosje of zo. Nee, ben jij maf. Dat is editie 1970. Met Ebbehout, whatever.
die tremolo, die doet het geweldig. Ja, hij is helemaal goed. Dus. Een hele mooie gitaar. Ik heb een Gibson Explorer. Nou, die moet voor €1600 moet die weg kunnen. En die Stratocaster is relatief licht, maar die speelt heel zwaar. Dus dan krijg je eelt van op je vingers. En die Gibson Explorer, die is heel zwaar qua kilo's. Maar er zit een mooie brede band bij. En die speelt heel licht. Dus een geweldige gitaar. Ik heb ook nog een Rickenbacker bas. Nou, dat is een... Ja, dat is vergelijkbaar met een Abraham tank. Zo, wat een mooi geluid zit erin. En daar zullen jullie het mee moeten doen. Voor de rest, ja, ik heb nog wat boeken. Wel erg mooie boeken. Maar wat levert dat op? Bij elkaar €50, denk ik. We hebben nog een partij cd's. Nou, dat is 20 cent per cd, denk ik. 30 cent, 50 cent. Meer dan 100 cd's. Nou, dat is ook €50. Mooi zo. Nou, een beetje afrekeningen met de volkshuisvesting. Nou, mijn lichaam, dat moet ergens... Ja, dat moet gedumpt worden. Dat bekijk je maar. Niet in een kist, alsjeblieft niet. Nee. Ook niet naar het uitvaartcentrum of zo, nee. Als ik dood ben, als mijn lichaam kapot is, ja, dumpen die handel. Wat maakt mij het uit? Je stopt me maar in een blender en dan strooi je me uit in een vijver met allemaal piranha's. Die nemen allemaal een hapje perry. En dan die piranha's vangen en die moet je zien te villen. Dus je gaat er kippen mee voeren, kan je ook doen. Ja, mijn Perry, jij hebt zoveel gerookt in jouw leven. Ik weet niet of ik wel een kip wil eten die een stuk van jouw lichaam heeft gegeten. Hé, dat weet je niet, omdat je het nog niet uitgeprobeerd hebt. Of je verkoopt mijn lichaam voor de wetenschap. Ja, €150. Nou, tel maar even op. Dan kan je een feest organiseren van €5000. Ja, hallo zeg. En dan janken op mijn begrafenis? Op mijn heen gaan? Omdat je €5000 hebt om je klem te suipen samen met tante Gerda? Dan krijg je ook nog kersen met kersilikeur. En vanille-ijs. Ik zou eigenlijk een lijstje moeten maken van wat mensen aangeboden dienen te krijgen om die €5000, die ik toch echt wel overlaat, er doorheen te werken. Nou, doe lekkere dingen, man. Bestel een goede sushi-tent. Iedereen die wie wil de sushi? Nou. Hoppakee, sushi voor iedereen, die dat wil. Sushi is rete duur, maar je hebt €5000. Dus dan mag toch wel iemand sushi gaan eten, wat is dat nou? Indonesische rijsttafel. Ah, een boek en camping. Camping Doornenburg, hier in de buurt van Arnhem. Wat kost een verblijf daar? Dat is echt helemaal niks. Dat is dat... En dan ben je mij toch vergeten. Mooi zo. Mooi om daarbij stil te staan. Voor jullie ook, hè? Hoe ik erover denk. Ik ben helemaal niet zelfmoordzuchtig. Daar heeft niks mee te maken. Ik vind het leven zonder gevecht vind ik inmiddels een beetje saai geworden. Ik heb liever meer willen knokken. Maar ja, ik heb daar het lichaam niet voor. Dat kan je wel willen. Net als een lilliputter die zegt van ja, eigenlijk had ik basketballer willen worden. Ja, maar je was een lilliputter. Dus niet zo zeuren, Henk.
Het zijn mooie tijden. Ik ben precies geboren op het juiste moment. Om toe te kijken hoe de hele wereld naar zijn kloten gaat. Of moet je zeggen hoe de hele wereld naar haar kloten gaat. Want de wereld is toch Gaia, is toch vrouwelijk, of niet? De zon is mannelijk. En de aarde is vrouwelijk, toch? De zon is yang in het Chinese dogma. En de aarde is yin. Dus vrouwelijk. En wat zijn de mensen? Nou, de mensen zijn klojo's. Die weten van voren niet dat ze van achteren een anus hebben. Ze maken zich druk over allerlei dingen en dan gaan ze protestdemonstraties houden. Ja, wij zijn tegen de oorlog. Ja, maar ja, dat heb ik dus echt meegemaakt hier in Arnhem. Dat waren van die Koerden. Tegen de oorlog, la 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 la, nu niet meer oorlog, tegen de oorlog. En dan allemaal zwaaien en schreeuwen. En ik, mensen. Ik ben hier bijna 60. Ik zit in mijn, ja. Ik ben geen prins Willem-Alexander met automatisch gratische oordopjes. En al die hijza, en dan moet je de ramen dicht gaan doen. Omdat je wil luisteren naar Alan Watt, bijvoorbeeld. Ik kan het niet meer verstaan. Ik ben wel zo boos geweest. Ik denk, ik ga naar buiten, ik neem mijn camera mee. En ik ga al dat kanonnenvoeren volk een beetje op de camera zetten. Hoe durven ze mij in mijn oren te brullen van geen meer oorlog. Alalala, geen meer oorlog. Ik weet niet waar ik moet beginnen als je dat soort mensen. Als je er maar iets tegen zegt, dan zeggen ze ja, maar als ik niet mag schreeuwen waar jij ligt te slapen, ja, dan is het oorlog. Dus jij bent een oorlogvoerder omdat jij het niet goed vindt dat ik loop te schreeuwen. Geen meer oorlog, la 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 la, geen meer oorlog. Ja, hou je mond, man. Hey, ik ben stom verbaasd. En ik wist het niet, hè. Alan Watt, die was 8 jaar. Toen voelde hij nattigheid. Van, hier klopt iets niet. En heb je het over? Alan Watt is toch een stuk jonger dan ik, hoor. 10 jaar of zo. Is geboren in 1970, misschien 1978 of zo. Dat hij in de gaten had van hier klopt iets niet. Nou, dat gold voor mij niet. Ik ben geboren 10 jaar eerder dan hij. En in 1978, was ik dus 18 ongeveer. Had ik niks in de gaten. Helemaal niks. Geen flauw benul. Van een foutheid. Een foutheid is geen Nederlands woord, maar het is wel een Nederlands woord. Want fouten worden gemaakt. Er is verder niks mis mee. Een foutheid. Het opzettelijk maken van fouten. Ja, dat bestaat. Dat is niet mijn uitvinding. Mijn ontdekking. En Alan Watt had het in de gaten in 1978 ongeveer. Toen was hij 8. Alan Watt heeft gewerkt op, in de corporate industry. Industrie. In de muziekindustrie heeft hij ook gewerkt. Hij is er helemaal kapot geschrokken. Alan Watt die zit nou als een of andere hermit, een kluizenaar is het Nederlandse woord, als een kluizenaar ergens op het
landelijke gebied, agrarische gebied. Van Canada, in de buurt van Ontario. Hello folks, this is Alan Watts. Wat zou ik het even doen? Nee, dat is toch wel leuk. Ik kan het doen namelijk. Het gaat eventjes piep piep krak krak, maar haakt niet af. Dan laat ik even horen hoe zijn stem hoort. Hij gebruikt een monoformat of zo. Dat betekent dat het is iedere keer hetzelfde, maar toch anders. Je hebt nu allemaal lawaai, dat snap ik ook wel. Want ik had hier niet gepland. En dat doet Alan Watt ook niet hoor. Ja, maar allemaal dat plannen. We hebben het voor nodig. Je ziet vanzelf wat er gebeurt, toch of niet? Krijgen om deze uitzendingen voor Alan Watt Engels te laten ondertitelen. Ik denk dat ik weet. Dat is wel een mooie uitspraak, hè? Ik denk dat ik weet dat Alan Watt dit leuk zou vinden. Die snapt het wel. Ik ben ook van plan om aan hem te gaan doneren. Ik moet even een goed moment zoeken. Een goed donatiemoment. En dan ga ik hem zo gek krijgen om om mijn radiogast te zijn. En ik ga hem alleen maar de hemel inprijzen. Natuurlijk. Hè. Ik ga even intypen hoor. Ik doe even gewoon YouTube, want hij staat in mijn... Meestal wel ergens bovenaan. Het maakt niet uit welke. Even, ik zie hoor. Oké, deze is van 25 juni 2017. Even kijken hoe die klinkt, ja? Komt-ie! Hi folks, I'm Alan Watt and this is Cuttings with the Matrix on June 25th, 2017. Kijk, zo begint. Well, summer is back and some parts are getting their high summer heat and other ones... Ja, dat verhaal doet er verder niet zoveel toe, want het ging om de stem van Alan Watt. En dan nu hoe die afsluit. Ja? Even verder dingen zo. Nou, kijk of die... komt-ie. It's sad for me too to only put out part of the stuff I'd like to put out, but it would take forever, and most folk can't handle it anymore. They just shut down with too much information, even on one or two topics. They just shut down. They can't do it. They're getting conditioned very cleverly that drama takes over and from facts anymore. It's sad. I've watched it happening. I've watched the big movements being destroyed carefully, and I know what's behind it all. Sad, very sad indeed. That people could fight for centuries for rights only to give them away and have them taken away in such a clever way they don't even notice, even by those they think are standing up for them. Very clever in techniques indeed. And chronology is certainly alive and well in this day and age. It really is. Well, from a very mosquito-ridden Northern Ontario, Canada. I'm Alan Watts. It's good night. May your God or your gods go with you. Mooi, hè? Ah, ik vind het heel mooi. Ik krijg er geen tranen van in mijn ogen. Ik hoef niet te huilen over de wetenschap van Alan Watt. Hij is een boodschapper. Meer niet. En staan wij er goed voor? Nee, helemaal niet. Wij steven af op een klotezooi. En dat...
Dat gaat allemaal komen. Ja, maar wat moeten wij dan doen? Nou, helemaal niks moet je doen. Vooral niet in actie komen. Wij zijn tegen oorlog. Als je tegen de oorlog bent, dan moet je de Belastingdienst oplichten. En dan is vet, hè? Want die oorlogen die worden gefinancierd van onze arbeid. Wat je ook kan doen, is dat je stopt met werken. Dat kan je ook doen. Gewoon stoppen met werken. Gewoon niet meer doen. Als jij werkt, dan gaat er 40%. Dus je baas betaalt 100 euro voor een bepaalde, bezigheid. Dan krijg jij 60. En 40%, of misschien wel wat meer, dat gaat naar de oorlog. Dus waarom zou je werken? Voor oorlog? Werken voor oorlog? Papa, waarom ben jij iedere dag heel lang weg en dan ben je heel laat weer thuis en ik heb je al die tijd gemist en waar was je nou? En dan zeg je tegen je kind, ja kindje, kijk die bommen op Irak en Afghanistan, ja die groeien niet aan de kersenboom. Die moeten betaald worden. Dat is heel veel werk om een bom te maken. O papa, maak je dan bommen? Nee, ik werk voor een verzekeringsmaatschappij, maar dat levert heel veel geld op hoor. En daar worden bommen van gemaakt. Op, ja, die kan je gooien waar je wil. Ja, maar papa, waar worden die bommen dan gegooid? Nou, zeg je tegen je kind, vroeger werden die bommen gegooid op Amsterdam en op Rotterdam. Maar tegenwoordig gooien we die bommen op duizenden kilometers afstand. Oh, zeg je kind, nou, maar dat is mooi, papa. Dus jij zorgt ervoor dat de bommen heel ver weggeworpen worden, zodat andere mensen doodgaan en andere kinderen en niet ik. Dan zeg je, ja, kindje, ga maar lekker slapen. Ja, dat kan toch niet, joh. Ondenkbaar. En daarom heeft Herman Wot totaal gelijk. We staan er heel slecht voor. En de omkering die komt, by the way. Het kan nog even duren, dat wel. Dus heb geduld. En misschien duurt het nog wel 5000 levens van Perry Winkle voordat die omkering komt. Die omkering komt. Dat kan. En omdat het kan, mag het. En omdat het kan en dat het mag. Fok die fok. Hier ging even wat mis. Er is wat gebroken. En zo zal er ook iets gaan breken. Er komt een dag waarop wij niet langer accepteren dat het internationaal gerechtshof, wat in Den Haag zit, dat is internationaal voor zover het geen betrekking heeft op het Vaticaan. En dat wat daarbij hoort. Dus het internationaal gerechtshof is er alleen voor de naties die verinternationaliseerd zijn. En het Vaticaan is helemaal niet verinternationaliseerd. Net als Zwitserland niet. Net als de City of London niet. Net als Washington DC niet. Het heeft een eigen jurisdictie. Dus daar mogen ze kleine kinderen neuken, dat maakt niet uit. Niemand kan daar officieel iets van zeggen. Maar hoe ga je dat volhouden als mensheid? Ja, kijk, Perry, het is wel zo. Kijk, seks hebben met kleine kinderen, dat is niet goed voor de mensheid. Maar sommige mensen doen dat toch en daar kan je niks aan doen.
want dat is hun cultuur. Ja, slag ze af. Moet ik Numeri 31 nog een keer aan jullie gaan voorlezen? Numbers 31. En dan pakken we de originele King James erbij, met de Statenvertaling en de NBG. Dan doen we dat toch overnieuw? Nee, maar dat kan niet, want God heeft tegen ons gezegd van de tijden van Mozes, die zijn voorbij. En hier is mijn enig geboren zoon. En dat doen we niet meer. Ja, maar wij hebben zijn enig geboren zoon veracht. We hebben er overheen gespuugd. En wat wil je dan van God? Dat hij accepteert, dat wij accepteren, dat zijn kinderen seksueel misbruikt worden? Ja, dat denk ik eigenlijk wel van God, want hij stuurde zijn enige geboren zoon en het heeft geen klote geholpen. Dus God is dus eigenlijk, die ziet erop toe hoe wij maar door blijven gaan met kleine kinderen te neuken. En we kunnen er niks aan doen, want de Vaticaan staat buiten iedere jurisdictie. Ja, doe er dan wat aan. Moet God het zelf doen? Nou, dat lijkt me wel, want ik durf de paus niet aan te pakken. Je weet wat er afgelopen is met, weet ze ook alweer? Nothing compares. Weet ze ook alweer? Nothing compares to you. Die eerste zangeres. Die heeft een foto van de paus doormidden gescheurd. Ja, toen was dat fijne contract met Prins en de hele muziekindustrie was voorbij, hè? Weet je nog? Hoe heet ze ook alweer? Als God de paus geschapen heeft, dan moet God de paus ook maar zelf omscheppen. Ja, dat gaat gebeuren. De paus wordt ontschapen. En wij mogen meehelpen. Ja, maar ik hou niet van werken. Ja, ik hou wel van werken, maar dan wil ik een mooi salaris. Dat dacht ik zelf, gezien de hedendaagse tijd van de gemiddelde kosten voor een wintervakantie. En die gaat toch echt richting de 2.000-3.000 euro. Dus dan wil ik per maand, ik wil wel werken hoor, dat nou niet van, maar ik heb een leaseauto ook nodig. Dus dan denk ik zelf van 6.000 euro in de maand. En dan wil ik wel werken. Nou, dan ben je net zo'n homo als de rest. En ze maken je af. Die club die bezig is met de wereldorde. Iedereen in de maat. Een stupide onderwijs. Ja, dat doe je daar toch aan mee. Maar mij dat. En God ook niet hoor. Ga niet te rekenen op het medelijden van God. Omdat jij daar niks aan wilde doen, moet hij alles maar doen. Zo dan net dan. Ja, maar ik kan er niks aan doen. Dat heb je zelf verteld. Want de paus die heeft zijn wortels overal. En vooral in Zwitserland. En dat is onbereikbaar om over te nemen. Ja, dat weet ik wel. Dat is verder niet zo'n punt. Maar wat ga jij eraan doen? Met de beperkte middelen die jij hebt. Want jouw middelen zijn beperkt, zonder meer. In die beschankung kent zich der Meister. Je gaat maar creatief lopen dan. Dus dank jullie wel voor het luisteren. Mijn bier is op. Dus eigenlijk wilde ik naar het uur toe gaan, maar mijn bier is op. Er was zo'n mopje van. Er was iemand en die had een poes. En die had een schoteltje. Die poesen drinken graag uit een schoteltje. En hij had die benzine ingedaan. Van de pompen, wel loodvrij of zo. Maar wel benzine. En die kat zo lekker. En die kat had het hele schoteltje met benzine helemaal op. Hè. En die
ging me toch in de ronde, joh. Omhoog, omlaag, links naar rechts, joh. Dat zelfs de muizen dachten van, nou, door deze idioten word ik niet gevangen. Die kat was alleen maar aan het springen, man. En die sprong maar door en toen... Toen lag hij voor dood op de keien. En die eigenaar van die kat, die belt de dierenarts. En die zegt, ja, dat is nou toch ook wat. Ik heb hier een kat en die ligt hier voor dood op de keien. Dan kan je even komen kijken. En in die tijd kwamen de dierenartsen, die kwamen nog langs. Hè. Die deden huisbezoeken. Die dierenarts die kijkt naar die kat en die tilt zo'n pootje op. En maar de pootje helemaal slap. Hè. Hij trekt een beetje aan die staart van die kat, want het is helemaal slap. Hè. En hij voelt een beetje aan de oortjes van die kat, maar er zat ook geen leven meer in. Hè. Die man zo tegen die dierenarts van, wat is er aan de hand? Nou, zei die dierenarts, dat is wel duidelijk. De benzine is op. En die dag die komt. Er komt een dag dat de benzine op is. Er komt een dag en dan kijken we helemaal niet meer naar Netflix. Naar die onzin, niet dat Netflix weg zal gaan, er komt wel weer een nieuwe Netflix. Maar doen dan iets leuks, zoals in de tijd met het kleine huis op de prairie. Allemaal leuke dingen. En niet meer van die onzin die je nu op Netflix ziet. Want onzin is het. Totale lulkoek. En op zijn hamburgers, dan vraag je af waarom op hamburgers, maar dat heb ik al best vaak uitgelegd. Want iedereen heeft het over Dresden of Dresden. Ligt een beetje aan welk dialect je spreekt. Ik zou zeggen Dresden, op zijn Nederlands. En dat is gevuurbombardeerd. Dat hebben ze lelijk gedaan, jongen. Wauw. Want Dresden was geen oorlogsgebied. Hè. Het was een gebied met burgers. Oude vandaag, vrouwen, kinderen. En alle vechtbare mannen, hoe je dat noemt, strijdbare mannen. Ja, die gingen enkele reizen Stalingrad. Of het Oostfront of whatever. Zo, wat hebben ze Duitsland te gaan ze genomen. Dat was de straf voor Duitsland. En Duitsland is veel gepakt hoor. Het is jammer dat wij die Duitsers nooit hebben gepakt. Ja, behalve toen met het Europees kampioenschap. Toen hebben we ze verslagen met voetballen. Ja, daar zaten wij Hollanders op de tribunes. En wir wollen onze Fahrräder zurück. We willen onze vliegen... Nee, zeg ik nou, onze fietsen terug. Ja, maar daar konden die Duitsers niks aan doen. Dat moeten wij goed begrijpen. Je mag best iemand de schuld geven, maar die moet wel de schuld hebben. En die Duitsers waren niet schuldig. Die waren niet van de paus. Maarten Luther was een Duitser, of niet? En Maarten Luther in die tijd had je de boekdrukkunst van, hoe heette die ook alweer? In Württemberg of zo. Ja, en die combinatie van die Duitser die Maarten Luther heette en die andere joker Duitser die de movable type, dat is de Engelse term, heb je allemaal stukjes lood met de verschillende letters en die doe je in een letterbak en dan doe je die lettertjes allemaal. En dan ga je drukken en dan ben je klaar met drukken en dan gaan die lettertjes gaan weer terug in de vakjes. En dan heb je de bovenkast met de hoofdletters en de onderkast, de onderkant van de kast, met de kleine letters. Ja, dat hebben die Duitsers uitgevonden. En Maarten Luther had wat op te laten schrijven. Ja. En die Duitsers in eerste instantie hartstikke blij. En ze waren zich niet bewust van het feit dat de paus, die is daar niet mee blij. Nee.
Nee, de paus is de antichrist. Van de Bijbel dan, hè? In de Bijbel wordt gesproken over een antichrist. Dat is de historische, bijbelse en profetische. Het is voorspeld ook allemaal. Het is de paus. Ja, maar ik doe niet aan de Bijbel. Ja, dat vind ik allemaal best, mijn jongen. Als je maar beseft dat 3500 jaar geleden er begonnen is aan een boek. En dat leidde uiteindelijk tot de komst van Christus. En er werd verteld, de antichrist komt eraan. Ja, maar dat hoef ik niet te weten, want dat weet ik al vanuit mezelf. Nou, dat is mooi. Het is fijn dat jij zo alwetend bent. Niet mijn zorg, of zo. Punt blijft dat hij er is. En dat jij binnen die beschranking, die beperking, wees jij een kind van God. Zonder meer. Zeg je baan op, geef je auto weg aan je buurman. Neem afstand van al die bezittingen die toch niet van jou zijn. Want ze zijn niet van jou. Privé-eigendom, dat is helemaal niet. Je kan hier in Nederland een huis kopen. Dat is leuk, maar dan moet je wel iedere maand belasting betalen, hè? Want je hebt een huis gekocht. En waarom moet je belasting betalen als je een huis hebt gekocht? Je hebt het huis toch betaald? En dan is het ook nog zo dat als jij je onroerend goed belasting betaalt, dan kan je nog je huis worden uitgezet. Maar je hebt dat huis toch gekocht? Ja, ben ik nou gek geworden? Of zijn jullie een aantal hersencellen verloren geraakt tijdens de Korsakoff behandelingstherapie? Ik weet het echt niet meer. Wat ik wel weet, is dat ik op zijn Hamburgs, die stad is net als Dresden, helemaal gevuurbombardeerd. Zag ik, tjus. En dag lieverds.